Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag ben ik trouwens mijn nieuwe gast. Het is een persoon die volgens mij iedereen wel kent, jongens. Het is natuurlijk niemand meer dan natuurlijk. Hallo. Hallo. Hallo Dani, hallo, alles goed? Kippie. Ja. Helemaal prima. Dani, zoals iedereen kan je natuurlijk ook een mooi huisje bouwen in mijn partydorp uiteraard. Heb je een beetje zin in? Ja. Sowieso. Sowieso, helemaal prima. Ik ga eerst even een beetje tools geven, een beetje armor geven. En ik ga ook een beetje aan de slag gaan beginnen. Heb ik hier nog wapens liggen? Nope, moet ik even gaan maken. Pickaxe, het zwaard, een schep en een bijl. Heb je armor nodig of denk je van nee, het is goed zo? Ja, zo goed. Eten, ja, eten, kom even mee. Ik heb een heel mooie farm gemaakt, jongens, voor mensen die het nog niet weten. Echt een prachtige farm, echt heel blij mee. Ik heb een helemaal windmolen. Ja, als je wilt, kun je de kist halen, terwijl ga je zelf even plukken. Je mocht ook altijd zelf even komen. Je mameloenen, pompoenen. In de kist ligt ook allemaal wat. Hier gebiedjes. Worteltjes, aardappelen, wiet voor brood misschien. Mocht zelf kiezen. Aardappelen moet je koken. Ja, moet je wel even koken, ja. Even naar het dorp gaan. Zoals iedereen die hier al is geweest, heeft natuurlijk een huisje gebouwd. Volgens mij ga jij de 8e inwoner zijn, denk ik. Mij heb ik er nu al 7. En Darkkiller, Darkkiller is hier. Hier is Jule, Maarten, Patrick, Kane, Glenn en Aaron. Oh. Je mag zelf kiezen waar je woont. Je mag natuurlijk ook hier wonen, dus het kleinste plot. Deze volgens mij voor 1, 2, 3, 4, 5, 6 breed. Ja, hier of morgen denk als je zegt van ik wil daar wonen of daar. Nee, ik wil dicht bij een ding, een molen wonen. Bij een molen wonen? Ja, hier is ook wel het ding, het is ook een nieuw plotje hier. Hier is het ding dat je hier het huis kunt bouwen op palen. En hier is natuurlijk een beetje een afgrond. En je ziet bedoeld dat je een beetje je huis op palen gaat bouwen. Langs deze kant. Dus niet opvult met deur, maar gewoon echt op palen gaat bouwen. Dat is ook wel leuk, denk ik. Of hier. Ja, prima. Bij de bergen. Ja, het is mogelijk ook niet meer ga ik deze. Hè. Dit is natuurlijk erfgoed, mag je niet aankomen. In dit ding mag je blijven bouwen. En eigenlijk bedoel dat je hier, want die komt natuurlijk de straat nog. Hier is je voortuintje en ook hier. Dus dat moet je echt hier in deze goot eigenlijk bouwen. En hierop uiteraard. Ja. Goed. Dus hier moet ik houtplaats door. Dan moet je vloer zijn, zeg maar. Ja. Dan moet hier, zeg maar, jouw muren staan, hè. Dan moet hier je deur staan, deze kant is of ja, moet zelf kiezen waar je deur staat uiteraard. Goed. Ja, ik heb hier wel een stek ook wood. Ja. Ja, helemaal prima. Je moet alles pakken met kisten. Behalve diamonds uiteraard, hè, want die ken je wel. Ja. Dus ja, je mag zelf kiezen wat je maakt. En ik zou zeggen, maak er iets heel mooi van. En ja. Je bent wel de eerste gast die echt afzonderlijk huis gaat bouwen. Want iedereen wil natuurlijk allemaal heel mooi bij elkaar wonen. Maar jij denkt van, ik wil... Ja, de origineel piece. Ja, is goed. Helemaal prima. Dit wordt trouwens een weg door een berg, ook heel leuk. En er komt ook later een straat hier. Ik heb momenteel te weinig gravel, maar komt ook nog wel goed. Oké? Okay? Goed. Ik ga momenteel beginnen aan... wat zou ik al kunnen werken, jongens? Ik heb nu al een farm, ik heb een paardenstal, ik heb een heel mooi huis. Wat moet ik maken, Dani? Wat heb je allemaal nodig? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb op zich wel nog niet echt een heel goede dierenfarm. Maar heb ik nu ook niet echt heel veel zin in eigenlijk om daaraan te gaan werken. Misschien de nether, maar ja, dat is ook weer zo... Ik moet even van nadenken. Ik zie ze voor mijn neus spawnen, Dani. Ik zie die villager met zijn lama's die ik letterlijk voor mijn neus spawnen. Maar echt, hè? Oh nee, ik kan trouwens werken aan mijn enchantment room. Dat heb ik ook nog altijd niet gemaakt. Oh ja, een boek. Ja, dat ga ik even maken trouwens, want ik heb het nog niet gedaan. Maar ik eerst even kijken voor boekkasten. Ja, de enchantment room in mijn huis. Of zou ik het echt een apart huis voor maken? Ja. Apart huis of in mijn huis bouwen? Apart, denk ik. Apart, oké, dan maak ik wel een apart dingetje. Eerst even dit even allemaal hakken, papier. Hupla, nu heb ik er een stek en een half, maar daar heb ik nog heel veel naast gevallen. En nu heb ik er... Nou, een beetje meer. Anderhalve stek. Even papier van gaan maken. Even kijken,
papier hier. En ik kan... Ben je ooit in Efteling geweest? Ja, één keer vroeger eigenlijk. Echt, toen ik heel klein was. Ben je klein, ja. Ik was volgens mij 5 jaar of zo, denk ik. Of 4 jaar. En trouwens, neem even je bed mee, trouwens. Dan kunnen we even... Ga je slapen wanneer je wilt. Ik ook mijn bed meenemen. Het handig is eigenlijk. Ga even een bed, zal ik even jou gaan droppen. Ik kom even naar jou. In Efteling ben ik daar 1 keer geweest, maar voor de rest ook nog nooit. Hey, daar is een cave, ja. Een soort van cave. Heb je een kelder? Juist, als je graag wilt. Ja, echt waar. Hier is het bed van jou. Wacht, hier heb ik natuurlijk een grijs bed, uiteraard. We kunnen ook dit bouwen als je wilt, hè. Ja, we kunnen het ook een ja. Je hebt al meteen een kelder met een privé zwembad. Hey, de creeper komt, kijk eens. Een creeper? Oh, wat? Ga ik hem killen of kan jij dat ook? Ik durf niet. Ah, pas op. Ga weg, ga weg. Lop. Lop, ik kan niet lopen, wat? Oh, wow, joh. Hij is wonderd. Wat een creeper, man. Een dichte vijf. Don't ontplof mijn dorp. Dikke noob. Oké, is neer. Ik ben terug weg trouwens. Ik ga even mijn kamertje maken voor de enchantment. En ik heb echt nog altijd een enchantment room. Had staan een enchantment table. Ook even gaan maken, maar eerst even boekkasten gaan maken. 4 kasten. Oké, 4 kasten. Dat is ook echt helemaal niks. Ja, dat komt later dan wel. Even nu eerst even een kamertje gaan maken. Of een huisje. Maar waar? Ik maak het gewoon hier. Is even als die weg, ga ik even kijken hoe ver ik kan bouwen. Huh? Speel jij nog veel Minecraft? Soms. Maar meer Fortnite waarschijnlijk. Ja. Mm-hmm. Heb je glas? Glas? Ja, in mijn kisten heb ik een heel stack met gewoon glas. Mm. Dan kun je wel omtoveren naar van die glaspaints als je graag wilt. Terwijl de volgende inventory. Een bed even plaatsen. Is ook al een heel grote ruimte, hè. Dus die komt sowieso al de muur tegen staan, tegen die blokken. Ga een beetje verder doen. Het is een beetje te klein eigenlijk, want ik wil op zich echt wel enchanten en ik wil ook breeden. Heb ik hout bij mij? Nee, ik heb wel even hout hakken. En ik heb van die dork ook wood. Ja, ik heb van die dork ook wood bomen maken. Er zijn saplings, hè. Er zijn saplings in mijn kisten, hè, als je graag wilt. Ik heb 2 stacks, maar ook wood saplings, dus pak het er maar uit. Hè. Even kijken, ik heb hier nog... Oh, nog 34, huppla. Huppla, oké. Okay. Heb je het nodig, boommeel? Ik heb er, hè? Ja. Ik heb het bij mij. Als je even naar mij komt, dan kan ik het even afgeven. Zo hoor. Dan kun je... Want volgens mij die boekkasten 3 hoog zijn. Dat gaat er wel mooi uitkomen, volgens mij. Boekkast en boekenkast. Dan hier enchantment. Ja. Dan hier breeding. Ja, precies. Echt wel groot genoeg. Ja, perfect. Deze muur gaat natuurlijk tot hier door. Ik ga even weer een balk maken. Een balk. Wow, dat is ook snel die boom, maar joh. Voilà. En dan hier ook, hè. Ik heb hier niet genoeg voor. Even plaatsen. Zo. Even boompje maken weer al. Ben je überhaupt veel survival Minecraft of vaak gewoon dingen bouwen in creative? Nee, ik doe meer survival. Ja, ik ook eigenlijk. Het is wel leuk om te doen, ons survivaltje. Ja. Echt heel fijn. Maar ik heb vroeger echt heel vaak op de Minecraft PE gespeeld, op tablet. Maar spijt dat PS4 geen servers heeft voor minigames. Ja. Die dan gewoon plank, raam, plank en zo. Deze deur dan waarschijnlijk, dus 2 breed, zoiets. Plank, raam, plank. Komt juist niet uit. Moet ik het op zich eigenlijk, ja, ga ik het gewoon verkorten. Dus wacht, die plank, raam, plank. Zo. Ik die even afbreken. Dan moet het natuurlijk gewoon juist uitkomen, dat is natuurlijk het mooiste. En ik op zich dat ook allemaal maken van de gewone ook goed. Dat was hier eigenlijk met de paardenstal. Kan natuurlijk een heel mooi match zijn. Oké, boompje ga even groeien, zou fijn zijn. Even weer gaan starten. Ik heb misschien nog bones bij mij. Neem je nog wel bones, een boommeel. Nee, geen bones. Even kijken, mijn kist voor misschien nog bones. Dat zal wel ergens liggen in een of andere kist. Even planks maken, zo. Even kijken hoor.
doen we zo hier planks en dan doen we hier ramen, maar eigenlijk moet ook wel. Het gaat niet ineens, het is lelijk. Oh, ik heb geen bijl. Even een nieuwe bijl gemaakt. Want er zijn huizen gebouwd. Waar je dan vaak gewoon hout of ook gewoon heel veel stenen. Ik hoor ook meestal hout. Ik ook. Ik ben ook echt iemand die heel veel hout gebruikt. Waar zo'n steen. Ik vind steen niet zo mooi. Nee, maar ik heb toch sommige mensen die ook kunnen wel echt. Gladde steen. Ja, maar je kunt ook mensen. Je hebt ook mensen die in die bouwen echt huizen met echt heel mooi steen. Ja. En ook een heel mooie combinatie. En dat is echt heel mooi. Maar ik bouw echt gewoon vaak dit hier, zoals dit hier, ja. Maar dan moet je ook die combinatie hebben met gewoon een soort van. Ja. Het echte hout. Mm-hmm. Ik weet niet hoe dat heet. Hoe dat noemt. De ingang, dan heb je twee blokjes boven. Zo, en wat prima, en wat mooi. Even verder afmaken, zo. En volgens mij heb ik het te klein gemaakt. Veel te klein zelfs, wat? Hier drie. Oh nee, ik heb het echt veel te klein gemaakt. Ai. Oh, niet heel de voorkant. Oh, wat je het volgende keer moet maken? Welk? Een golem. Een golem, ja. Kan op zich wel. Maar is het eigenlijk echt effectief dat hij echt als aanval dat hij tegenkomt? Nou, hij beschermt wel, hij vormt wel. Ja, op zich wel. Doe het hier kapot. Yep. Oh, dit komt heel mooi uit. Oké, wij gaan de deur. En hier ook even terug dichtmaken. Ook even zo van die pilaren. Ja, van die blokken plaatsen. Doen we hier glas misschien? Misschien wel, hè. Doen we hier even nog glas. Doen we hier ook nog. Kunnen we hier. Nee, dat gaat niet hier, hè. Er kan misschien wel een heel groot raam komen, maar gaat dat mooi zijn? Zo, en dan daar glas. Hier glas. Ah nee, hier ook nog even planken. Zo, en dan hier ook planken. Zo, klopt ook. Het dak. Het dak, we gaan dat maken, jongens. Oh mijn god. Wat heb je gedaan? Of is het er creep achter me? Waar? Is het iets gesloopt in mijn huis of ergens? Ik weet niet, ergens bij mijn huis, denk ik. Bij jouw huis? Oei. Even kijken nu hoor, of die mooi uitkomt. Zo mooi hier hoor. Ook al is het wel een klein beetje een berg, het is heel mooi. Hier ook natuurlijk, zo, helemaal prima. En de vloer jongens, denk dat je vloer ook zo wil doen zoals in mijn. Voilà. Even kijken hoor, dan maken we. Doen we zo. Zo, dat is het begin. En dan maken we even zo. En eraf. Zo, helemaal prima, helemaal correct. Zo. 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 Dank je. Voilà. Wat mooi hoor. Echt heel mooi zelfs, ja. Maar kom de koffers met mijn granite. Sowieso, want nee, gaat niet goed komen. Heb je nog please nog liggen? Oeh, nog heel stek zelfs. Oh ja. Even maar opvullen. Ja, zo mooi jongens, een heel mooie vloer. Ja, zo. Ja, mooi jongens, ben heel de brede. En hier ook even nog doen. Bij de deur. Zo, en dan doen we hier even witte. En dan hier, ja. Perfect jongens. Helemaal prima. De deur ook even inmaken jongens, de deuren. En dan even beginnen aan, ja, aan het dak. Gewoon even eens een plat dak. Gewoon op planken. Kan hier misschien nog van die balken doen. Ik even doen. Van die balken. Tussen. Dat is wel mooi volgens mij. Hoop ik. Ik kom met drie tekort. Dat meen je ook gewoon echt. Van drie dingen tekort. Het is weer typisch eruit, hè. Echt wel. Altijd. Soms heb ik die geluk gewoon dat het gewoon precies perfect is. Ja. Maar ik heb echt heel weinig. Heel op die lama's, kijk jongens, heel op moment die lama's. Kijk joh. Wat een noob, zie ze lopen hier. Waar? Oei. Lama's gekild jongens. Sorry my friend. Ja, weg jongens, want anders gaat die veel zo bij het bos worden. Ik heb ze lama gekild. Upsie. Zo, en dan pak ik hier even slaps erop. Huppla. Ja, perfect hè. We kunnen misschien ook dit even nog afmaken zo. Ja, misschien wel, maar dat doen we
Reden zo meteen, of een andere keer. Even een paar torches halen, nog bijmaken. Nog 8 lantaarnpalen, perfect zo. En dan kunnen we ze 4 plaatsen. Wacht. Hallo? Maar dat kan niet, of hè? Dat kan niet. Dat is goed, stom. Wacht, dan kunnen we misschien hekjes maken en daarop misschien doen. Zo, zo. En dan pak ik hier lantaarnpalen. Ja, dat is mooi. Ja, enorm mooi, jongens. Yep, sowieso. Zo. Helemaal mooi. Denk ik, hoop ik. Even kijken, misschien even in het midden hier. Een torch op. Oh, dat kan niet. Ik kan zombies opsparen, uiteraard. Het is helemaal klaar. Behalve binnenkant nog. En natuurlijk nog het gribbelpaadje. Dan is bij mij ook alles klaar met het. Ja. Enchantment slash brewing stand huisje. Of kamer. Ja? Mag ik langskomen? Oh, maar het, oh, je hebt het een beetje verkeerd gebouwd trouwens. Maar ja, maakt niet uit. Wat? Oh, wacht, nee, sorry. Nee, het gaat goed gebouwd, sorry. Ja, normaal is. Ja, nee, goed, ja, goed gedaan. Want die komt natuurlijk ook wel gravel, hè. Dus dat op zich, de stairs, maakt op zich niet echt heel veel uit. Want dit wordt toch nog gravel, dit wordt even horen zitten. Dus, allee, wacht, kijk, hè. Je zal het gaan zo komen, zeg maar. Of is daar, of maakt dat niet veel uit? Rap, heb je doel? Ik dacht dat je ding. Zeg maar dat je onder. Zo. Nee. Het wordt boven geplaatst, zoals hier, zeg maar. Dit was hier. Je baan is maar gewoon even een rondleiding bij, van jouw huis. Oké. Als je naar binnen komt. Mai. Hier mijn plantje. Ja. Hier mooie mijn planten. Bedje. Ja. Dit ziek is man. Mijn heilige pot. En mijn chest waar niks in zit. Oh, nice man. Mooi gedaan. Ja, echt een heel mooi huisje. Ik hoef even kijken bij de buitenkant. Of er nog licht is. Ja hoor. Ja, heel mooi gedaan eigenlijk. Echt heel mooi gedaan. Leuke dingen. Ja, een mooi huisje. Op een heel mooie locatie, echt waar. Ja, ik ben echt versteld eigenlijk dat jij dat zoiets kunt bouwen, echt waar. Echt heel mooi gebouwd, echt waar. Om de graf. Dani, ik wil sowieso bedanken voor het mee te spelen uiteraard, sowieso. En voor jou heel mooi huisje. Je komt ook sowieso op mijn lijst met inwoners. Ik ga sowieso voor een bordje. Oh, ik heb een bordje bij mij. Ja, doe volgende keer wel. Ik kom sowieso ook op mijn lijst van inwoners. En ja, jongens, als jullie meespeelt, doe ik even een DM naar via mijn Instagram. Glero-official uiteraard. En Dani, ik wil je ook zeker bedanken voor het meespelen. Graag gedaan. Graag gedaan, ja, dan, ja sowieso. Maar het is echt heel mooi, ja, echt waar. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende Minecraft aflevering. Bye bye.